M&M markers hierop getekend. Nou, dat is niet zo heel moeilijk hoor. Je moet alleen even de goede... Ja, ze zoeken een plaatje uit en dan is het eigenlijk een soort van natekenen. Ja, er hadden twee meisjes die hadden, die hadden dit ook. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Het is zwoegen gewoon dit. Ja. Dat, ja. Bloed, zweet en tranen. Ja, vooral zweet eigenlijk. Maar. Ja, vooral het zweten. Mevrouw Lommers, de vakantieweken zijn weer begonnen. Ja, 2012, maar het programma is als vanouds. Bij de meeste mensen en kinderen, zeker bij de kinderen, bekend. Ja. De doedagen is elk jaar in de eerste week van de zomervakantie. En dan dinsdag en woensdag zijn de doedagen. Volgende week hebben we nog twee kookmiddagen. De week daarna zijn de kleuters aan de beurt. Die hebben een kleutermiddag. Die gaan een beestenboel ervan maken. Gaan allerlei dingetjes maken met dierenkoppen en dieren. En daarna hebben we nog een filmmiddag en we hebben nog een bingo-middag. En dan zit het voor, we zorgen dat we in elke week van de zomervakantie een activiteit hebben voor de kinderen. Dat is eigenlijk het doel van de vakantiewerk. Ja. Het bedrijfsleven steunt ons in Natura. Dus we krijgen bloemen worden gesponsord, hout wordt gesponsord, andere materialen, plastic wat hier op de vloer ligt. En van die diverse bedrijven proberen we korting krijgen omdat we een stichting zijn. En we worden gesteund door de gemeente dat het aantal kinderen maakt uit wat voor subsidie wij krijgen. Er is altijd een grote animo, zeker voor de doedagen en de kookdagen. En de kleine groep, de kleutermiddag, is natuurlijk wat kleinere groepen. Maar de doedagen kunnen we maximaal 100 kinderen hebben. En er zijn er nu ruim 80, dus wat dat betreft bijna volle bak.